Ik kom uit Brabant. En ik heb wat familie hier, die in Amsterdam is gaan wonen, al heel lang geleden. En ik vond als jongen al heel erg interessant Amsterdam. En ik had zoiets, ik ga nergens anders heen dan in Amsterdam. En na alle verhalen te horen van hoe geweldig het was in Amsterdam en bij een brouwerij waar je dan kon drinken. Het meest bijzondere bier wat er maar is in Nederland. Wilde ik natuurlijk ook op een gegeven moment. Van de ouderen kreeg ik dus mijn biertje en dat had ik net op. Ik kreeg een tweede biertje en dat lukte niet meer. Dat biertje, daar nam ik één slokje van. En toen was het, nee, dit gaat niet goed. Jongens, wat doen jullie mij aan? Wat is dit nou bier drinken? Vervolgens denken we, laten we maar op de brommer stappen en op huis aan gaan. En dat was om een uur of zes al, 's avonds. Dus dat was al ongekend vroeg en ongekende ervaring. En toen heb ik geprobeerd om op mijn brommer te komen. Opstappen was al moeilijk. Dus de lantaarnpaal op de stoep gaf ons nogal wat hulp en steun. En ik ben erg blij dat hij me toen geholpen heeft. Mijn favoriete plek in Amsterdam is de lantaarnpaal en de stoep op de Zeeburgerstraat. Omdat hier voor mij het goede leven in Amsterdam begon met een heerlijk biertje.